Vandaag een antwoord op de vraag van Stephanie. Stephanie heeft eigenlijk nooit last van hoofdpijn. Behalve wanneer ze aan het lijnen is. Wanneer ze aan het lijnen is, dan heeft ze op de achtergrond aanwezige, zeurderige hoofdpijnklachten. Voortdurend eigenlijk. Ze dacht altijd dat dit gebruikelijk is, want wanneer je aan het lijnen bent en dat echt succesvol vet of braak met zich meebrengt, ja dan weten we dat er uit die afbraak allemaal extra afvalstoffen, meer afvalstoffen dan anders, vrijkomen in je lijf. En ja, we weten dat hoofdpijn het gevolg kan zijn van een te hoog gehalte aan afvalstoffen ten opzichte van vocht in je lijf. Nu drinkt ze wel heel veel, bewust al als ze aan het lijnen is, maar ondanks dat ervaart ze toch elke keer bij het lijnen een vaag op de achtergrond aanwezige vorm van hoofdpijn. Dit accepteert ze dan maar en probeert ze maar te verdragen, al beheerst het haar wel behoorlijk, wordt ze daar nogal chagrijnig en kriebelig van, heeft ze daar gewoon last van, maar ja, ze koppelt dit wel aan, maar dit duidt dus op het vrijkomen van veel afvalstoffen en dus een succesvolle afbraak van vet. Nu had ze het hier over deze vage, altijd maar aanwezige hoofdpijnklachten gedurende het lijnen met haar vriendin die ook aan het lijnen is. Die vriendin is heel succesvol ook aan het lijnen en duidelijk al flink wat vet verloren. Dus de afbraak van vet vindt in haar lijf ook succesvol plaats. Waaruit dus een wat hogere mate van afvalstoffen vrij zullen komen dan anders wanneer je geen vet aan het afbreken bent in je lijf. Maar de vriendin van Stephanie, die ervaart eigenlijk helemaal geen hoofdpijnklachten. Dus dit is niet een vanzelfsprekend gevolg van het vrijkomen van meer afvalstoffen dan anders. Ja, je zou kunnen denken, ja, maar dan drinkt Stephanie zelf waarschijnlijk veel te weinig water, waardoor zij minder dan haar vriendin in staat is om die vrijgekomen afvalstoffen te verdunnen, neutraliseren en af te voeren. Maar nee, Stephanie die is juist een hele goede drinker en besteedt juist bewust om die hoofdpijn maar zoveel mogelijk te voorkomen extra veel gedurende het lijnen. En toch heeft Stephanie wel hoofdpijn en haar vriendin niet, die eigenlijk nog minder drinkt dan Stephanie zelf doet. Dus de vraag van Stephanie is, kun je dus ook succesvol lijnen, dus vetten afbreken, zonder dat dit gepaard gaat met vage hoofdpijnklachten? Nou, Stephanie, hoofdpijn, waar is dat het gevolg van? Hoofdpijn is het gevolg van hersenvocht, dus het vocht omheen jouw hersencellen, dus het vocht waarmee de celmembranen van jouw hersencellen in aanraking komen. Hersenvocht, welke diens ideale samenstelling, dus een goede verhouding tussen vocht en basische mineralen, vochtaantrekkende mineralen ten opzichte van afvalstoffen, heeft verloren. Dus hersenvocht, welke naar verhouding te veel afvalstoffen ten opzichte van vocht en vochtaantrekkende mineralen bevat. Daar is hoofdpijn het gevolg van. Nu koppelde jij het ervaren van hoofdpijn aan, maar ja, dan ben ik goed vet aan het afbreken en verbranden, want daaruit komen afvalstoffen vrij. En ja, dat doet dus hoofdpijn veroorzaken. Maar, Stephanie, wanneer jij aan het lijnen bent, zul jij je calorie-inname, dus de inname van brandstoffen, verminderen met als doel jouw brandstofreserves. En in eerste instantie is dat jouw glycogeenvoorraad, maar uiteindelijk ook jouw vetvoorraad, dus jouw vetreserve, jouw overtollige vet, af te breken. En ja, uit die afbraak komen afvalstoffen vrij. En wanneer jouw glycogeenvoorraden uitgeput zijn, zal ook jouw lichaamsvochtgehalte in jouw weefsels zou dalen. Dus kan daar een verhoogd gehalte aan afvalstoffen ten opzichte van anders in jouw weefsels uit ontstaan. Maar
weet dat jouw hersenvocht, kijk, die brandstofreserves, glycogeenvoorraden en jouw vetvoorraad, dat is in jouw lichaam. Dat is niet in jouw hersenen, want jouw hersenen hebben geen brandstofvoorraad zoals jouw lichaam dat heeft. Jouw hersenvocht hoeft dus niet zozeer beïnvloed te worden uit de afvalstoffen die vrijkomen bij de afbraak van jouw vetweefsel. Want jouw lichaam is voortdurend bezig een evenwicht genaamd homeostase te bewaken. Dat evenwicht dat hangt samen met het behoud, het bewaken van een ideale bloedsuikerspiegel, een ideale bloeddruk, een ideaal vochtgehalte in je bloedbaan, een ideale zuurtegraad en een ideale hoeveelheid opgeloste stoffen. Jouw hersenvocht is het product van de vloeistof aanwezig in jouw bloedbaan. Dat krijgen jouw hersenen in gefilterde toestand. Jouw hersenvocht is dus niet zozeer het product van jouw weefselvloeistoffen, waar inderdaad wat sneller wat meer afvalstoffen vrij kunnen komen in jouw lijf. Weet dat wanneer jij hoofdpijn hebt gedurende het afvallen, dan betekent dat dat jouw lijn-eetpatroon tekorten vertoont in die stoffen die jouw lichaam in staat stellen dat evenwicht te bewaken. Want enkel wanneer jouw bloedsuikerspiegel, jouw bloeddruk, het vochtgehalte in je bloedbaan, de zuurtegraad in je bloedbaan en de osmolariteit, hoeveel het opgeloste stof in je bloedbaan, niet door jouw lichaam goed bewaakt kan blijven, als gevolg van tekorten in essentiële stoffen in jouw lijn-eetpatroon, dan zal dit ten koste gaan van de ideale samenstelling van jouw hersenvocht. En kunnen ook de gevonden afvalstoffen al daar, want daar worden wel ook afvalstoffen gevormd. En ja, die belanden in jouw hersenvocht. Maar als het evenwicht in jouw lijf heerst, doordat jouw lijn-eetpatroon geen tekorten vertoont in essentiële voedingsstoffen, en jouw lichaam wel in staat is dat evenwicht te bewaken, dan vindt er zo'n mooie aanvoer glucose, vocht en mineralen die afvalstoffen kunnen helpen afvoeren uit jouw hersenen plaats, dat daar niet een opstapeling van afvalstoffen plaats hoeft te vinden en een verstoorde samenstelling van jouw hersenvocht hoofdpijn doet veroorzaken. Dus als antwoord op jouw vraag, Stephanie, kun je ook lijnen zonder daarbij hoofdpijnklachten te ervaren, ook wanneer jouw lijnen zo succesvol is dat jij duidelijk en dagelijks vetten aan het afbreken en het verbranden bent en daaruit toch wel extra afvalstoffen vrijkomen? Ja, dat is zelfs de bedoeling, want wanneer jij dus hoofdpijn hebt, dan betekent dat niet zozeer een logisch gevolg van veel vetafbraak en vetverbranding in jouw lijf. Nee, dan betekent dat tekorten in essentiële stoffen welke je lichaam nodig heeft om diens evenwicht te bewaken. En weet, gezonde, rustige vetafbraak en vetverbranding in jouw lijf, onder invloed van hormonen die niet tegelijkertijd ook jouw spierweefsel aan het afbreken zijn, vindt pas plaats ook wanneer dat evenwicht in jouw lijf heerst. Dus tekorten in die essentiële stoffen die hoofdpijnklachten met zich mee kunnen brengen, omdat dan wel de ideale samenstelling van in eerste instantie je bloed en vervolgens ook jouw hersenvocht kan ontstaan. Tekorten in die essentiële stoffen veroorzaken niet alleen hoofdpijn, maar ook een verminderde verbranding van vet in jouw lijf. Dus zou het doorzetten van een eetpatroon waar jij hoofdpijn bij ervaart helemaal niet verstandig zijn. Denkend dat dat erbij hoort en een gevolg is van vetafbraak en jij denkt hoera, hoera, ik ben vet aan het afbreken.